vrienden, even over dat gehamster. Ik heb in Florida gewoond. Daar heb ik dus een paar keer een orkaan meegemaakt. Dus die komt er dan aan met 220 km per uur. En daarna, als die geweest is, dan ligt dus alles plat. Dan liggen alle bomen liggen over de weg. De elektriciteitsdraden zijn kapot. En niks functioneert meer. En dan, vrienden, dan ga je hamsteren. Vlak voordat die orkaan komt, ja, dan wil je wel hoor. Dus dan ren je naar de supermarkt. Want als de orkaan geweest is, is die dicht. Er is geen elektriciteit meer. Niks doet het meer. Benzinepompen werken niet. Dus je moet snel, hup, je auto vol tanken. Dan begint het gehamster al. En dan ren je naar de supermarkt snel. En dan ga je graaien. Allemaal dingetjes die lang mee kunnen. Chippies. Koekjes. Crackertjes. Allemaal dat. Jam. Pindakaas. Niks wat lang mee kan, want je koelkast doet het niet. Want er is geen stroom. Restaurants zijn dicht. Geen stroom. Supermarkten zijn dicht. Je kan nergens terecht. En het is pikken donker 's avonds. Dus je zorgt ook dat je heel veel kaarsen hebt. En zaklampen. En heel veel batterijen. Om te luisteren op die transistorradio naar het nieuws. Want je tv doet het niet. Niks doet het. En dan ga je hamsteren. En dan ben je... Cola moet je hebben. Want je kan geen koffie zetten. Je kan geen... Er is geen elektriciteit. Je kan niks. En je bent alleen maar bezig met overleven. En dan, als zoiets er is, dan ga je hamsteren. Maar toch niet. Met het virus. Wat is er voor onze... De supermarkten zijn gewoon open. Tuurlijk. Je hebt thuis gewoon stroom. Je kan alles doen en laten wat je wil. Ik bedoel, je kan gewoon je boodschappen doen. De vrachtwagens die rijden gewoon. Ja, want die rijden niet na een orkaan. Rijden geen vrachtwagens. De bomen liggen overal over de weg. Maar toch niet in Nederland nu. Alles gaat gewoon door. Dus er valt niks te hamsteren. Nee, Nederland. Doe normaal.